Onze perspectieven verschillen heel erg hard, maar uiteindelijk denk ik hebben we het over hetzelfde. Namelijk, we willen volgens mij exact hetzelfde. Ja, verschillen moeten gewaardeerd worden. Dat is altijd. Verschillen zijn er, kunnen eigenlijk ook niet weggewist worden, maar er moeten wel een aantal ingrepen gebeuren om de maatschappij zo in te richten dat die vroegere status quo, die toch wel redelijk discriminerend was... Ontegensprekelijk. Ja, en is... dat die toch wel onvergeworpen wordt en dat er een aantal veranderingen geïmplementeerd worden, waardoor mensen nog meer ten volle kunnen zijn wie dat ze zijn en zich kunnen verwezenlijken. Solidariteit, zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen. Het is een goede persoonlijke reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen. Maar nu gaan we er echt voor gaan, dus here we go. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Discours Met De Boys. We zijn hier vandaag met Evelien Geerts. Bedankt om tijd vrij te maken. We kunnen vandaag, zoals altijd, een hele pool richtingen laten gaan. Cruciaal. Wel enthousiast, Ching. Ooit al een whiskyhoning gedronken? Ja, ik ben een whiskykenner. Maar jij bent een echte whiskydrinker. Ja, want whiskyhoning is wel zo wat... Dat is wat zwakheid eigenlijk. Dat is wel lekker. Voilà. Misschien even... dat je jezelf in een minuutje kunt voorstellen van wat je hoofdbezigheid is. Ja. En dan zo vandaar starten. Oké. Ik ben dus Evelien Geerts. Ik ben technisch gezien research fellow aan de University of Birmingham in Engeland momenteel. En ook affiliated researcher aan een Zweedse universiteit, Linköping University, waar dat de post-humanities hub is gevestigd. Klinkt allemaal heel academisch natuurlijk, en dat is het ook. Wat ik eigenlijk doe is filosofie of multidisciplinaire filosofie. En wat houdt dat in? Houdt dat ik mij vooral focus op kwesties die betrekking hebben op identiteit. Waar dat dus identiteitspolitiek en ik denk eigenlijk wokeness en alle kritiek daarop ook wel wat onder valt. Verschil, want verschil is natuurlijk altijd een beetje geaffilieerd met identiteit. Door verschil leren we onze eigen identiteit kennen en andersom. En geweld. En vanuit dat thema van geweld, dat eigenlijk ook met identiteit en verschil te maken heeft, werk ik nu op een project rond stadsterrorisme in de UK. En focus ik mij vooral op... de verschillende manifestaties van terrorisme, ook op een meer posthumane manier, zoals dat ze zeggen. Dus dat zijn eigenlijk meer dan menselijke manifestaties van terrorisme en ook eigenlijk extreem rechts en alt-right denken. En memes. Memes zijn altijd heel... Ja, maar je kan daarmee lachen, maar memes zijn eigenlijk heel interessante culturele objecten waar dat heel veel politieke en socioculturele ideeën achter schaal gaan. En het is heel tof om die eigenlijk ook vanuit een filosofisch perspectief te analyseren. Ja, alles wat je hebt gezegd boeit me wel. Dus, dat is goed. Nee, maar ik vind het wel interessant om over zo'n soort dingen na te denken. En we hadden elkaar ook ervoor gesproken. We zullen zien waar we eindigen, want ik denk dat er een aantal thema's zijn die we kunnen gaan benaderen. Maar ik denk voor ons een interessante, omdat we dat ook al een paar keer doorheen onze podcast hebben gebruikt. En hier om ons misschien bij te leren waar dat we nog wat kunnen bijleren. En dat is best nog wel wat vlakken. Maar misschien gewoon het gegeven van woke. Wat is dat nu eigenlijk? Wat is een beetje die beweging die gaande is? En misschien ook gewoon eens een beetje kijken van... Ik denk dat wij soms... ik ga direct een standpunt maken, dat doen we niet vaak, maar dan maakt het eens zo interessant, denk ik. Of ik zal even voor mezelf spreken. Dat je soms voelt dat woke ook grenzen opzoekt die misschien niet opgezocht moeten worden. En die het soms dan het doel voorbij streven. Maar dat is maar een heel simplified version van mijn mening, die misschien op... weinig logica is gebaseerd. Dus dat kunnen we ook gewoon eens ontrafelen van waar je... Ik denk inderdaad dat we even een disclaimer moeten geven. We zijn volledig leek in dat gegeven. En dan krijg je automatisch een heel sceptische houding. Dus voor mij gaat het heel boeiend zijn om er eens wat meer over te weten, denk ik. Ja, scepticisme is sowieso altijd wel een goed filosofisch uitgangspunt, denk ik. Dus in die zin deel ik dat eigenlijk ook wel. En ik ben, en dat is misschien interessant voor jullie en voor de luisteraars om te weten, ik heb ook wel al wat dingetjes geschreven over identiteitspolitiek. Want een gegeven is dat vaak eigenlijk gekoppeld wordt aan wokeness. En dat is een stukje van 2019, Wijsgerig Perspectief, waarin ik het eigenlijk heb over identiteitsfetischisme. En eigenlijk ook wel redelijk kritisch ben over hoe men vandaag de dag, vanuit verschillende politieke perspectieven, denk ik, en dat is heel belangrijk om te benadrukken, nogal een identiteit, en dan eigenlijk alle identiteitscategorieën die dat er zijn en die zich kruisen, genderoriëntatie, able-bodiedness, even nadenken over het woord in het Nederlands, maar ik kan het niet vervinden, klasse, etcetera, etcetera, etniciteit. Dan ben je daar wel heel erg op blind staart en eigenlijk een beetje tot een fetish of een object hè, dat vereerd moet worden of heel erg bekritiseerd moet worden. En dat is iets waar ik zelf heel kritisch over ben, omdat ik denk dat het altijd heel belangrijk is om eerst eens even naar de concepten zelf te gaan kijken en eigenlijk die genealogie van die concepten te gaan schetsen. En als je het dan hebt over identiteitspolitiek, en ik maak zo meteen een bruggetje naar woke, is het heel belangrijk om eens te kijken naar de filosofische definiëring van identiteit. En dan kom je eigenlijk bij een heleboel denkers uit in het Westen, want ik heb het echt over het Westerse moderne filosofische perspectief. Waarbij identiteit altijd op een heel negatieve manier eigenlijk omschreven wordt. In die zin van, ik ben een subject, ik ben een zelf en daar is de ander. En door het verschil met die ander, of de ander die het verschil volledig symboliseert, ga ik eigenlijk mijn identiteit ontdekken en dan heb je eigenlijk een soort van, men noemt dat een Hegeliaanse machtsstrijd, of de meesterslaafstrijd om erkenning bij Hegel. Wat eigenlijk allemaal wel een heel negatief, het geeft verschil, differentie en eigenlijk ook identiteitsdenken een heel negatieve connotatie. Omdat er een soort van strijd gegeven is, strijd om erkenning. En wie moet eigenlijk nu die erkenning aan wie gaan geven? De meerderheid aan de minderheden, minderheden aan de meerderheid. Hoe werkt dat allemaal? En dat is eigenlijk ook, denk ik, een beetje de filosofische achtergrond die we moeten meenemen als we het hebben over, of gaan hebben over woke. En eigenlijk ook alle kritieken die dat eigenlijk vandaag de dag geuit worden door zowat iedereen, denk ik, eigenlijk in de media. En dat is misschien mijn eerste ingangspuntje. Misschien is dat puntje, maar dat is misschien iets waar jullie direct kunnen op terug kunnen inpikken vanuit jullie persoonlijke mening. Ik vind eigenlijk, ik heb de test eens gedaan vanochtend snel. Ik heb op Google Trends even woke echt ingetypt en nog geen andere dingen. Dus geen cancel culture of geen identiteitspolitiek, maar echt gewoon woke. En dan zie je dat er, ik ga het er even bij pakken, de grafiek, sinds 2004 was er eigenlijk niks aan de hand. En dan in één keer zo rond 2014 begint er globaal gezien echt een grote, wat zeg je, dat spike te zijn. 2014. Ah, ja, dus een beetje zo, eigenlijk de voorverkiezingen in de VS, dus Trump en Hillary, denk ik dan, Hillary Clinton in die periode, dat er echt wel over identiteit in de VS heel erg werd gepraat. En dan natuurlijk ook 2014 met de Black Lives Matter movement. Stay woke was een heel belangrijke hashtag die dat na de moord op Michael Brown is geïntroduceerd. Voor het activisme eigenlijk wat meer op de kaart te zetten. En dan zie je dat die spike echt is. En nu sinds de laatste jaren, is hij 2 jaar denk ik, sinds, ik heb gezien april 2001, geen aprilgrap, 2020, dus 1 april is die echt alleen maar toegenomen. Dus het is overal. En ik vind, en dat is mijn eerste ingangspuntje, dat er gewoon te veel mensen zijn die het hebben over woke, zonder eigenlijk die notie erg goed te definiëren en te contextualiseren. En als filosoof, en zeker als iemand die bezig is met gesitueerde kennisproductie, wat betekent dat eigenlijk altijd de context van een bepaald concept of idee wilt meepakken, vind ik dat enorm problematisch. Er worden te veel dingen onder de noemer woke gestort, terwijl ze niet thuis horen. Maar wat is woke? Ik denk dat dat ook komt dat is al een belangrijke. Misschien heel even iets aan waar ik op wil inpikken, wat je een aantal zinnen terug zei. En dat was over die identiteit en dat er verschillende identiteiten zijn. En dat is nu de realiteit, dat zal ook altijd zo blijven, of ik mag het toch hopen. En je bracht het dan inderdaad, dat het vaak werd bekeken vanuit een relatief negatief daglicht. Maar dat is omdat dat inderdaad altijd dan vrij snel op zo'n wij-zij-spectrum wordt bekeken, maar nooit als in anders, maar volwaardig of zo. Ja, dat is eigenlijk heel goed gezegd. Ja. Ik denk wel dat er heel veel andere mensen zijn, andere identiteiten en bla bla. En ik denk dat dat ook oké is, maar voor mij is het dan belangrijk, denk ik, om ook te snappen dat dat verschil... wat is het juist? Dat er uiteindelijk niet toe doet. Dat kan een bepaalde leercurve met zich meebrengen, maar... Het zou er niet tot mogen doen, misschien. Is dat misschien de betere uitdrukking. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt, maar het doet er wel degelijk toe. Want anders zouden al die activismebewegingen en dergelijke ook niet staan. Ja. Hè? Ja. Er is wel... Kijk, oké, we leven natuurlijk in België. De context, en dat is ook wel heel belangrijk, de context in België is natuurlijk wel iets anders dan in de VS. Uiteraard. Waar slavernij is een globaal gegeven, maar de Amerikaanse context is natuurlijk altijd... nog een tikkeltje problematischer en gewelddadiger. Maar dat betekent niet dat er geen anti-zwart sentiment en racisme is binnen de Belgische context natuurlijk. Identiteit en identitaire verschillen zouden er niet tot mogen doen. Maar je haalde aan het begin, denk ik, van het gesprek al iets aan over de norm. En hoe bepaalde normen geconstrueerd worden. En je zou dan zeggen, als we het hebben over wokeness, het doel zou dan zijn uiteindelijk dat dat dan de nieuwe norm wordt en dan hebben we dat allemaal niet meer nodig enzovoort. Ja, nee, dat bedoel ik niet, maar ik snap het. Ja. Nee, ik bedoel... Ja, nee. Maar misschien dat ik iets beter kan verwoorden in functie van die identiteit. Ik denk, het is perfect fijn om mensen te judgen. Dat is al een super controversieel iets om te zeggen. Ik denk, alleen, het is altijd belangrijk om mensen te judgen op een juiste causaliteit en oorzaak. Ja, en ik denk heel die... de huidige woke-beweging, hoe dat ik ze definieer, focust voornamelijk, en dat vind ik dan een positief aspect, om eigenlijk, zeg maar... niet meer te gaan judgen op onlogische causaliteitszaken. Zoals huidskleur zegt echt... naar mijn mening, ik ken er nu niet genoeg van, maar niks over bijvoorbeeld IQ. Die twee zijn echt niet verwant met elkaar. Of over X, Y, Z. En dat is mij misschien altijd iets natuurlijker komen, maar ik kijk gewoon altijd een beetje naar welke persoon heb ik voor mij. Want er zijn domme en slimme mensen, om het heel simpel te zeggen, in alle vormen. En dat mag met huidskleur zijn, dat mag met gender. Eigenlijk alle thema's waar dat ook op zit, daarbinnen heb je slimme en domme mensen. En je hebt ook bij alle mensen die buiten die categorie vallen. Dus uiteindelijk heb je altijd gewoon, denk ik, terug een beetje naar wie is de persoon die ik voor mij heb. En iets meer te gaan judgen op, denk ik, dan hoe dat tot uiting komt, in plaats van dat dat over onlogische causaliteitszaken, dat het daarmee is verbonden. Dat is altijd een beetje meestal. Ja, en dat is heel interessant. En wat ik heel interessant vind, is dat je natuurlijk, je doet het nu vanuit een persoonlijke benadering, en het idee is dan van, kijk, ik neem een mens als een mens, en we kijken naar die persoon, dienstgedrag, et cetera, en dan maken we daar een soort van moreel oordeel over. Het probleem is natuurlijk dat een samenleving niet gebaseerd is op alleen maar jouw standpunt of jouw perspectief of dat van mij, maar dat er eigenlijk een combinatie is van miljoenen standpunten. En over de geschiedenis heen zijn er natuurlijk wel een aantal structuren gewoon verankerd geraakt, een aantal normen verankerd geraakt binnen de maatschappij. Die zijn ook veranderd en die veranderen eigenlijk ook constant, want anders zou er nu geen discussie zijn over woken en anti-woken. Ja, en die zullen ook blijven. Voilà. Het probleem is natuurlijk wel dat we in een soort van maatschappij leven waarin... dat er inderdaad ons gezegd wordt, we moeten heel erg op het individuele kijken. Dat is een beetje zo'n neoliberale idee van het individu is verantwoordelijk voor diens eigen succes en diens eigen vooruitgeraken in de maatschappij, et cetera, et cetera. Dat wordt ons heel erg aangeleerd en we interioriseren dat ook wel, denk ik. En dan klopt jouw perspectief ook, denk ik. En tegelijkertijd, die maatschappij, die oude structuren, en dat zijn structuren niet alleen van onderdrukking, van oppressie en discriminatie, maar ook van privilege, die zijn er ook wel. En vanuit maatschappelijk perspectief is het wel zo dat bepaalde mensen het bijvoorbeeld moeilijker hebben op de arbeidsmarkt door zelfs gewoon maar wat ze implicit bias noemen. Dus vooroordelen die zelfs niet bewust eigenlijk in ons systeem gearticuleerd worden. Dus ik vind het... Ja, ik vind jouw perspectief heel goed. En ik denk ook dat dat het uiteindelijke doel is van eender welk soort van activisme. Hè. Het gaat uiteindelijk om de mens en om de mens in diens volledigheid te kunnen zien en naar waarde te kunnen schatten. En ook zo te behandelen. Maar we zijn daar nog wel niet, denk ik, op maatschappelijk vlak. Maar ik denk ook niet dat we daar altijd gaan zijn. Want stel dat morgen alle normen en waarden van woke aanvaard gaan worden, of dat een nieuwe norm wordt, of... Ja, maar laten we het even simplifyen. Uiteindelijk gaat er dan een andere beweging zijn die weer zegt van nu zijn wij een minderheidsgroep, of wij hebben het gevoel dat wij niet gehoord worden. En dan, dus ik denk dat dat wel een eeuwige wisselwerking wordt van er is een bepaalde consensus, status quo, en we voelen dat die niet meer volledig werkt. Dat is eigenlijk het gegeven. En die zal ook altijd blijven. Maar wat mij dan... of wat ik de uitdaging uitdaging vind, is van hoe vinden we elkaar sneller in dat dialoog? Want nu, door woke, creëert je een definitie en heb je weer het wij-zij-verhaal. En dat is niet de manier, denk ik, om vooruitgang te creëren. En nu haal je twee, denk ik, heel belangrijke punten aan die we verder moeten uitwerken. Dus dialoog, en dat is ook iets dat bij mij, dat klinkt nu heel katholiek op een of andere manier, dialoog, maar dat is wel iets... Ja, dat heeft voor mij altijd zo'n katholieke connotatie, maar dat is iets dat wel... wat we echt moeten verder belichten. Maar je zei daarvoor ook nog iets anders over het wij-zij-denken. Ik ben eigenlijk eens benieuwd, want we hebben het nu al de hele tijd over woke en de woke-beweging. En het grappige is, denk ik... Ik heb het gevoel dat jij ziet, hè, de woke-beweging is een groep van mensen, minderheden voornamelijk, of iemand van de meerderheid die opkomt voor minderheidsrechten... En die zegt eigenlijk van, hé, dit gaat fout, dat moeten we aanpakken. En als ik woke hoor, dan denk ik eigenlijk meteen aan anti-woke activisme, wat eigenlijk een reactionair soort van politiek negatief gegeven is, dat vooral in conservatieve hoek te vinden valt. En voor mij heeft woke eigenlijk al meteen de connotatie van anti-woke, omdat het beeld dat geschetst wordt van wokeness, een heel vervormd en heel vreemd en heel bijna een soort van discursief of talig afleidingsmanoeuvre wordt om het niet over de echte problemen in de samenleving te moeten hebben. Okay. Wat dialoog onmogelijk maakt. En daar ligt eigenlijk het probleem. Dus dat wij-zij denken dat je net aanhaalde, denk ik, staat daar ook echt in centraal. Er wordt een soort van... Je hebt eigenlijk het fantasieverhaal rond woke voor mij, of het woke-spook of zo, als je het dan zo een beetje dom wilt noemen. Maar het woke-spook is eigenlijk meer zo van... Je hebt één partij die is super woke en die klaagt alles aan wat er gebeurt. En alles is racisme en alles is seksisme en alles is homofobie. Mm-hmm. En dan heb je de mensen eigenlijk... Dat is eigenlijk al moeilijk om dan te zeggen, want dat is eigenlijk het beeld dat geschetst wordt van de woke-beweging door partij A. En partij A zijn net eigenlijk degenen die... op elke minimale verandering in de maatschappij, zoals MeToo-schandalen, die dat dan uiteindelijk aangeklaagd worden en zo, die meteen eigenlijk super reactionair gaan reageren en zeggen van, seksisme, dat is relatief en dat lag toch wel aan die vrouw zelf en racisme is relatief. Allee, we hebben zo wel een aantal politici die dat er al eens gezegd hebben, in de Vlaamse context natuurlijk, dus... er is een soort van stereotyp beeld, denk ik, in de media, waar dat gehanteerd wordt en dat constant eigenlijk ook zelfs in Knak en in de Morgen en dergelijke naar voren geschoven wordt, wat niet echt helemaal neerkomt op de originele betekenis van woke en eigenlijk de betekenis van woke die door bepaalde activisten eigenlijk gehanteerd wordt. Dus ik denk dat we even dieper... Ja, ik denk dat we even bij elkaar moeten aftoetsen van wat zijn onze definities van woke. En misschien even eerst met jullie beginnen. Om het moeilijk te maken. Ja, ik vind het een leuke vraag. Dat is echt een doelvraag, precies. Dan kunnen we samen een beetje puzzelen. Klopt, want als we het niet benoemen, dan blijven we rond elkaar babbelen, terwijl we misschien aan iets anders bedoelen en toch dezelfde woorden gebruiken. Ja, ik denk het. Voor mij woke betekenis. Ik heb in het verleden al hier en daar opgezocht. En wat je toen tegenkomt, is van het wakker worden, letterlijk, van een groep. Ja. Die dan het besef krijgt dat er iets fout loopt en dat aankaart. Ik denk dat we daar een beetje onder kunnen steken. Wat dan nu mijn huidige definitie van woke is, maar dat is zoals ik daar straks zei, ik weet er te weinig over. Dus ik ga daar geen verdere uitspraken rond doen. Oké, maar dat van dat wakker worden, dat ga ik zometeen op inpikken. Okay. Voor mij is woke een definitie geworden. Ja, zie je maar, kijk, het is een definitie geworden. Hè. Ik zeg niet de mensen die wokeheid nastreven of whatever, maar het woke-concept zelf is echt wel een soort van, hoe moet ik het zeggen... een paradox geworden. Waarin dat er eigenlijk een, zeg maar, dat je in zekere mate rationeel kunt besluiten, er is in een soort van slachtofferrol, en dat je zegt van dat moeten we oplossen, maar dat die dan eigenlijk met dat te willen oplossen, die emotioneel helemaal omarmt, en dat je zo eigenlijk in een paradox en een vicieuze cirkel zit. En dat vind ik soms een beetje het gevaar, omdat ik altijd heel hard focus op individueel verantwoordelijkheidsgevoel, en dat lijkt dat soms een beetje weg te lopen, waar dat ineens rechten plichten worden. En niet zozeer op wettelijk niveau, maar op hoe dat we naar onszelf kijken. Dat we een soort van arrogantie krijgen van ik heb recht tot X, Y en Z. En ik denk, als je naar de hele wereld kijkt, dan zijn alle zaken die te maken hebben met woke, ziet je daar inderdaad mismatch met de wereld. Maar voor alle andere topics los van woke, ziet je dat vandaag ook. Dus moeten we dat daarom niet gaan behandelen, 100% niet, maar moeten we misschien alles wel soms in balans zetten met de belangrijkheid van alle zaken die er zijn? Dan denk ik ja. En dan denk ik dat het soms zo wat uitvergroot wordt in functie van individuele verantwoordelijkheidsgevoel en in functie van ook andere zaken die we dienen op te lossen. En daar zit voor mij soms een beetje het wringend schoentje, omdat het zo precies zijn doel voorbij schiet, ondanks dat het idee... Ja, ik weet niet hoe je daar kunt tegen zijn in C. Dus als ik het samenvat, dus ik hoor eerst eigenlijk van wakker worden en bewust worden van bepaalde zaken die dat spelen in de samenleving. Dat komt eigenlijk heel dicht bij de originele betekenis. Ja, als ik er inderdaad misschien nog iets aan kan toevoegen, dat we maatschappij evolueert en dat we op een bepaald punt zijn gekomen in de evolutie, waarbij dat we nog normen en waarden hebben van vroeger, die dan niet meer toepasbaar zijn op de situatie van vandaag misschien. Ja. En ik zie hier dan dat samenlevingsperspectief en bij jou hoor ik toch echt dat individuele perspectief echt terug naar voren komen. Dus dat is interessant, want dan hebben we zo wat twee verschillende... Ja, absoluut. En wat ik bij jou eigenlijk ook hoor, is toch weer dat hameren op individuele verantwoordelijkheid. En ik hoor dan ook iets van een slachtofferschap of een mentaliteit van slachtofferschap. Ja. Ja, wel, misschien is het handig. Ik had een beetje een genealogie-schets gedaan en ik was zelf ook eens gaan kijken. Nu, ik heb 3 fragmentjes eigenlijk van verschillende mensen die veel in de media komen, die eigenlijk ook over woke hebben geschreven. En ik heb ook een soort van genealogie-schets gedaan. En misschien dat die genealogie het interessantste is, omdat we dan zo naar een soort van definitie kunnen toepassen. Ja. En dat heeft ook veel met jou beginnende definitie te maken. Als je echt alle bronnen gaat doorzoeken, dan zie je eigenlijk dat de term woke en wokeness al heel veel voorkomt, gewoon de jaren 30, 40, 50 in de VS, in zwarte folkmuziek. Okay. En pas in 1962 wordt het echt een concept, dat is zo het standaard idee, is er een denker en eigenlijk een schrijver, een Afro-Amerikaanse schrijver, William Melvin Kelly, die een stukje schrijft over de beatniks, dus de beatnik-generatie hoe zeg je dat, dichters in de VS, in de New York Times. En dat is eigenlijk de eerste keer dat het woordje woke en wokeness echt in print ergens komt. 62. Okay. En ik heb het helemaal kunnen downloaden vanochtend, het stukje zelf, en ik heb het ook even gelezen. En het is eigenlijk een heel ironisch pamfletje, dat eigenlijk gaat over... het is een kritiek op de voornamelijk witte Amerikaanse beatniks in de VS, die op een bepaald moment eigenlijk zo'n African-American... street cred willen overnemen en eigenlijk een aantal termen die tot dan toe gangbaar waren binnen die communities gaan overnemen en eigenlijk gaan doen alsof ze die een beetje zelf hebben uitgevonden. Dus termen zoals cool cat, klinkt allemaal een beetje belachelijk nu waarschijnlijk, maar digging it en een aantal... In de tijdsgeest is het van, nog iets anders. En die dus echt proberen... meer populair te maken. En hij ziet dat eigenlijk gebeuren. Er was een poster of zoiets in de metro in New York, waar in verschillende talen van alles opgeschreven staan. En een van die talen was dan beatnik language. En letterlijk stond er dan van... this is your train, take care of it. En dan stond er in beatnik-taal... Hey, cool cats, this is your swinging wheels, so dig it and keep it, boss. They called that beatnik language. Maar dat is eigenlijk... er staan gewoon enorm veel woorden in die overgenomen zijn vanuit eigenlijk een bepaalde... Afro-American street language. En het grappige is dan een beetje, of hetgeen dat hij dan aanklaagt, is van kijk, dit wordt nu een beetje cultureel geappropriëerd. Dat is ook weer zo'n term die soms wel met wokeness verbonden wordt. En dus die beatniks willen woke een beetje overkomen door deze taal te gebruiken. En op het einde van het artikel, en dat is eigenlijk interessant voor ons denk ik, voegt Kelly een lemma toe, waarin eigenlijk woke... gedefinieerd wordt. En daar staat dan echt letterlijk woke, dus een adjectief. Well-informed, up-to-date, man, I'm woke, uitroepteken. Dus, ik weet er alles van, ik ben woke, ik ben wakker, zonder de antivax-connotaties dan wel, van vandaag de dag. En dat is eigenlijk de eerste mainstream vermelding van woke, zo van, I know what the deal is, I know what's going on in society. En het is dat elementje van... I know what's going on, maar dan voornamelijk vanuit die Afro-American community. En het hint dan inderdaad later in alle andere teksten die daar dan natuurlijk nakomen en vooral eigenlijk Dat is een beetje een moeilijke term, maar het intersectionele activisme van de jaren 60, 70, 80, dus kruispuntdenken, waarin eigenlijk naar verschillende vormen van identiteit gaat gekeken worden, maar hoe die zich elkaar kruisen en soms ook versterken. Daarin gaan die ideeën meer en meer ook centraal beginnen te staan. En dat is een beetje de schets van de zwarte Amerikaanse genealogie van het concept. Dus het is echt begonnen als een kritiek op hoe bepaalde Amerikaanse witte beatniks een term hebben, verschillende termen hebben overgenomen van een bepaalde community, zonder die credit te geven. En dan aan een tijdje gaat het echt in de richting van, kijk, ik ben mij bewust van bepaalde structuren in de maatschappij. En in 2014 komt het dan nog eens als een hashtag op Twitter en dergelijke. En Facebook en zo, stay woke, hashtag stay woke. En als je nu op Twitter gaat kijken, kan je dat ook allemaal terugvinden. Dus dat is een beetje de Black Lives Matter beweging, die dan eigenlijk die notie begint te gebruiken na de moord op Michael Brown door een politieagent. En dan echt zegt van, kijk, we moeten ons bewust blijven van eigenlijk het anti-zwart politiegeweld en het anti-zwart racisme in de VS. Ja. En dat is een heel specifieke culturele context natuurlijk, die wel op een of andere manier, denk ik, zijn weg heeft gevonden naar België, maar die vaak ook de vertaling daarvan, denk ik, en die nuances en die culturele context daarvan, die wordt niet altijd meegedacht. En wat je ziet, en dat is het interessante, is dat je dan een soort, dit is de eerste lijn, zou ik dan zeggen, van woke. En dat hoor ik een beetje bij jou terugkomen. De eerste generatie. Van het ik zou het zeggen, de eerste, misschien de eerste conceptualisering zelfs, of manier van het conceptualiseren. En dan zie je dat die lijn doorgetrokken wordt bij activisten toe, omdat het echt wel gaat over een bewustwordingsproces. De jaren 60, 70, 80, zeker de feministen van toen. Consciousness raising, we gaan allemaal samen in een groep zitten en we gaan onze individuele ervaringen delen. En door die te delen en te bundelen gaan we beseffen dat bepaalde vormen van seksisme, in dit geval, dat echt blijkbaar toch een maatschappelijk probleem is. Want jij hebt er last van, jij hebt er last van, jij hebt er last van. Ah, interessant, en dan gaan we dat bundelen en samenbrengen. Ja. Dat is een beetje die meer activistische connotatie van woke. Dan heb je nog een tweede lijn, en die wil ik, omdat het, denk ik, vanuit jouw perspectief wel interessant is. Jaren 80 heb je natuurlijk ook heel veel kritiek in de VS, en we zitten nog altijd in de VS, op politiek correct denken. Dus het woke van nu is eigenlijk een beetje de political correctness of PC heel van kort toen. Gelinkt. Ja. En je had eigenlijk op die civil rights movements en dan eigenlijk de feministische zwarte beweging, et cetera, had je eigenlijk wel een soort van conservatieve reactie in de jaren 80, waarbij dat zegt van al die minderheden, er is ook nog een meerderheid en zo. En dan het neoliberale denken dat eigenlijk economisch gezien ook heel erg opkwam in de VS en in de UK. Het gaat toch over individuen en inderdaad, we moeten mensen toch als mensen zien, et cetera, en op hun eigen acties beoordelen. Dus al dat structurele onderdrukking en zo. Nee, en er is een probleem, als we dat te veel gaan benadrukken binnen universiteiten, dan gaan we kritisch denken verliezen en dan wordt er een soort van, noemen ze dat, mind police gecreëerd, waarbij dat dan zogezegd niets... kritisch dat dialoog daartegen, in de weg gewoon. Ja. Bon, maar dat is dus het idee van de jaren 80. En dan heb je zo'n filosoof, Alan Bloom, een heel bekende Amerikaanse, meer conservatieve filosoof. En die heeft een boek geschreven, The Closing of the American Mind. Dus het idee dat door een al te grote nadruk op politiek correct denken, dat dan kritisch denken onmogelijk gaat worden binnen de universiteiten en dergelijke. En dat heeft ook te maken met de opkomst van het poststructuralisme, waarbij dat eigenlijk kennisproductie gekoppeld werd aan machtsrelaties. Heel Foucauldiaans, daar moeten we niet te veel op ingaan als je dat wilt. Maar er komt eigenlijk op neer dat hij zegt dat door politiek correct denken kritische dialoog heel moeilijk wordt. En dat eigenlijk, dat er een soort van, en dat is ook weer zo'n complexe en problematische term, dat er een soort van cultuurmarxisme ontstaat aan de Amerikaanse universiteiten. Wat dan ook weer gekaderd wordt door de Koude Oorlog in die tijd natuurlijk. Waardoor dat typisch Amerikaanse liberale denken eigenlijk heel moeilijk gemaakt wordt. En er wordt dan nog in één keer een koppeling gemaakt met het in elkaar storten van de democratie, van de liberale democratie. Dus het gaat wel heel ver. En De reden waarom dat ik dit vertel is omdat er nu eigenlijk een nieuwe Amerikaanse filosoof is die ook heel veel interviews heeft gegeven in België onlangs, Francis Fukuyama. En die heeft ooit ook eens een boekje geschreven over hoe dat met de liberale democratie er eigenlijk een soort van end of history was, dus het einde van de geschiedenis. Alles is nu perfect. Dus het idee van een westerse liberale democratie, dat is de ideale samenlevingsvorm. We moeten niet verder dan dat. Dat is een beetje zijn weer Hegeliaanse interpretatie van de werkelijkheid. En hij zegt dan ook, het noemt Identity, het boekje, dus het is makkelijk om op te zoeken. Hij zegt eigenlijk dat woke en PC, dus political correctness en identiteit, met elkaar verbonden zijn en ook worden binnen het debat. En hij heeft een beetje dezelfde ingesteldheid als Bloom en zegt ook dat te veel focus op identiteit en op woke en op political correctness, dat eigenlijk een bedreiging vormt voor de liberale democratie. Maar er zitten wel een aantal gaten in het verhaal en een aantal problemen. En daar ben ik zelf eigenlijk heel erg geïnteresseerd, want ik ben niet verwant met die twee denkers, denk ik, filosofisch gezien. Dus nog met Bloom, nog met Fukuyama. Maar ik vind het wel interessant wanneer Fukuyama zegt dat er, en dat is ook zo wel, denk ik, en vandaar dat jij met een andere opvatting zit dan jij en ik, denk ik. Er is een soort van... Schisma is een te groot woord, maar er is wel een spanning in hoe mensen, denk ik, vandaag de dag individueel dan die notie van woke zien. Iedereen komt een beetje met zijn eigen definitie af. Mm-hmm. En het is vooral iets dat enorm gepolitiseerd is. En dat zie je dan ook weer bij identiteit. Identiteit, van het moment dat je eigenlijk dat begrip laat vallen, is er al een soort van mensen hebben zoiets van, daar ga ik niet over spreken, of net wel. En er is dus, het heeft allemaal direct een politieke connotatie. Dus als ik nu bijvoorbeeld zeg, ik ben pro-woke, wat een heel rare uitdrukking zou zijn, want again, wokeness voor mij is meer een soort van constructie, een politieke constructie die ons afleidt van bepaalde dingen waar we het echt zouden over moeten hebben. Dus voor mij bestaat het eigenlijk niet als fenomeen. Ik ben mijn draad een beetje kwijt. Gewoon dat voornamelijk, denk ik, politiek gebruikt wordt. En misbruikt wordt. Ja. En ik denk dat het dat eigenlijk ook zo moeilijk maakt en dat dat ook de reden is waarom we met zoveel verschillende conceptualiseringen zitten. Okay. Maar dus dat was heel ingewikkeld. Maar dat is dus de genealogie. Voelt dat er soort van twee verschillende stromingen zijn. Je hebt die stroming waarin het echt van dat woordje 1962 echt wordt overgenomen. Een soort van bewustzijn, typisch voor... jaren 60, 70, civil rights activism. Dat wordt een beetje doorgetrokken. En dan heb je direct die conservatieve, reactionaire beweging die zegt van niet te veel politiek correct, et cetera, et cetera. Dus je hebt zo twee verschillende, heel uiterste, of twee verschillende uiterstes van interpretaties. Kort samengevat, mijn antwoord, denk ik, beide zitten ernaast. Dat is gewoon het antwoord. Maar omdat uiteindelijk, het antwoord ligt altijd een beetje in het midden. Maar je hebt veel gezegd. Ik ben even aan het nadenken. Kijk ook even naar u waarop dat je wilt inpikken. Misschien, want je hebt nu inderdaad heel veel gezegd. Als je de definitie voor u, je zegt, ik herken het eigenlijk, woke, het gegeven niet. Maar moest je er een definitie aan koppelen, wat zou ze zijn? Wel, woke spook. Dat klinkt nu echt gewoon dom. Voor mij is de definitie van woke, en dat is altijd, want ik heb daar natuurlijk er straks ook over zitten aan te denken. Iedereen. Voor mij is dat eigenlijk een soort. Het grappige is, we hebben het elkaar gevraagd en iedereen zo, ik denk dat. Dat is dus grappig. Maar je kunt elk woord in twijfel trekken. Okay, maar als filosoof is dat ook hetgeen wat je gebruikt. Maar ik wil maar zeggen, een definitie zelfs wijzigt in de tijd en afhankelijk van cultuurgeest. Dus. We zullen zeggen, in een pedagogische context, want we willen tot een dialoog komen en we willen elkaar een beetje meer vinden, denk ik. En dat was een beetje het doel van deze podcast. Ja, 100%. Ja, wel, voilà. Dus in het doel daarvan een werkdefinitie. Mijn werkdefinitie zou zijn of puntje 1, ik heb altijd lange definities, hè. Puntje 1, genealogisch gezien komt het woord woke echt voort uit een bepaalde civil rights movement en heeft het dus een activistische connotatie in de zin dat er meer bewustzijn moet gecreëerd worden omtrent verschillende vormen van onderdrukking, discriminatie en privilege. Sure. Dus die link is er dus echt, dus bewustzijn moet... En ook het feit... dat je jezelf daar dan van bewust bent, dat is een beetje die genealogische schets. Ja. En twee, hoe de term vandaag in specifiek anno, wat is het, 2022 ondertussen al, ja, neergezet wordt dan echt binnen de Belgische context, want ik wil dan echt de Belgische context bekijken, dan denk ik dat je echt gaat spreken over een woke spook, want van die definitie, van die genealogische schets dan, is er eigenlijk nogal weinig van te merken, want de mensen die vooral het debat momenteel bepalen, denk ik, hebben het meteen over woke waanzin, of wat zijn ze nog van die andere dooddoeners? Ik had het opgeschreven. Cancel culture. En dus er is een soort van... Er wordt direct een politieke twist aangegeven om te zeggen van... Ja, maar alles wat een beetje naar eigenlijk het verdedigen van minderheidsrechten ruikt... Bam, dat is woke en dat is fout... Voor die en die reden en dat gaat eigenlijk echt heel ver. En het grappige is, of dat is een beetje ook de paradox, dit maakt dialoog nog moeilijker dan voorheen. Want het zorgt er eigenlijk voor dat de mensen die dus binnen dat reactionaire, bijna politieke spectrum zitten en meteen zeggen van woke is waanzin... Ja, die maken eigenlijk verder debat ook wel echt volledig onmogelijk. Want hoe kan je daar nu, als die persoon zegt... Als dat je ingesteldheid is, dan kun je niet praten, inderdaad. Ja. En dan wordt het heel moeilijk. En dan krijg je vaak nog een tegenreactie. Want dan kan je zien, bijvoorbeeld, als Mia Doornaert iets schrijft in De Standaard of in Knak of zo, en dan zegt, MeToo-beweging gaat toch soms wel heel erg ver, en dit en dat, en we ook waanzin. Dan zegt er direct iemand van, en dan wordt er ook keihard op gereageerd. Dus je zit altijd in zo'n A, niet A. Ja. Terwijl dat er eigenlijk... Oh ja, voilà, maar ik denk als ik even mijn onderbreek... Ik denk op zich, er zijn problemen. Als we het daar niet over eens zijn, en dan gaan we het nooit kunnen vinden. En iedereen die het daar niet over eens is, dat is denk ik een naïeve mening. Waar op zich niks mis mee is. Dus er zijn altijd problemen, en dat zal ook altijd zo zijn. En zeker ook in deze context, er worden zeker terechte raakpunten aangeraakt, 100%. Maar dan twee is, denk ik, hoe gaat je daarmee om? Dus je merkt problemen, hoe gaan we daar dan mee om? En ik denk, we leven vandaag nogal in een context, en dan spreek ik terug over maar je moet het filosofisch bekijken, niet wettelijk, maar rechten- en plichtenkader. En ik denk dat daar soms een beetje het gegeven is van bij die identiteit, waarbij dat we dan moeten horen een vorm van erken mij. Dat hebben we allemaal wel in zekere mate. Daar moeten we verder doorgaan. Voilà. Ja. En ik denk dat erken mij, ik denk dat dat oké is, omdat dit is zo complex. Ik kan het toelichten vanuit... die vervelende filosoof Hegel, als je wilt, omdat dat eigenlijk ook Fukuyama zijn punt is. Dus je zit met een strijd om erkenning, want ik ben subject 1, jij bent subject 2, jij bent subject 3, en wij hebben misschien wel, we hebben sowieso een andere identiteit. Sorry, ik kan misschien even kort onderbreken. Ja. Dus erkenning, ik vind niet dat je dat mensen kunt opleggen, ik vind alleen dat je mensen het denkkader kunt aanleren om ook tot die logica te komen. En ik zal u zeggen waarom dat heel belangrijk is om zo met die problematiek om te gaan en niet gewoon door de erkenning af te dwingen. Want dan kom je in van die taferelen waar dat ik bijvoorbeeld tegen ben, maar tegen vanuit kortzichtigheid, niet vanuit het idee erachter, laat dat duidelijk zijn. Waarbij dat we bijvoorbeeld zeggen, de boardroom, om het heel praktisch te maken, moet 5% man zijn, 50% vrouw. Ik ben er dus helemaal tegen, omdat ik fan ben van 100% goede mensen, ongeacht. En nu komt er dan ook een tegenbeweging waarin dat je soms positieve discriminatie hebt, dat ook negatief is, in functie dan van een vrouw, dus op basis van geslacht, waar dat eigenlijk dan wordt tegengewerkt, om weg te stappen van beoordeling op geslacht, en dat je daardoor dan eigenlijk, je doel voorbij schiet. Dus ik denk, praktisch hoe dat vandaag ingevuld wordt in de samenleving, is iets te veel opeisend soms, en minder de logica vertalen naar leren denkkader, en dan gaat je daar automatisch ook anders naar kijken. Wel, en dan kom je bij die implicit bias. Voilà. Als je daarin gelooft... en je ziet dat alles gefaciliteerd is om 50-50 te bestaan, dan zal het organisch komen. Ik denk dat dat een heel belangrijke is om dat aan toe te voegen. En ik denk dat er hier ook heel twee belangrijke punten worden aangehaald, waar ik ook wil op inpikken, dus die erkenningsdynamiek. Ja. Nu, die erkenningsdynamiek, we moeten nu wel zien dat we niet alle dingen terug weer bij elkaar gaan gooien. Wokeness is, laat ik er nog even buiten, nu hebben we het echt over identiteitspolitiek. Okay. Ja. Maar woke is uiteindelijk zeg maar een huidige identiteitspolitiek. Wel, dat hangt ervan uit. Jij ziet dat denk ik als een soort van extreme versie van identiteitspolitiek. Hè? Als ik het wat probeer te vertalen, waarbij dat eigenlijk bepaalde mensen zeggen van ik eis nu die plek op binnen die boardroom, want dit zijn mijn identitaire kenmerken en bababa. Om het nu heel slecht aan, heel ongenuanceerd. Ja, maar we kunnen niet alle details... Best ook inderdaad, ongenuanceerd, hè, want Terwijl, ja, ik zie dat eigenlijk als een soort van identiteitspolitiek. En ik zie woke echt wel als een soort van... Woke als woke-spook of woke als anti-woke. Ja. Van meteen vanuit die mensen die eigenlijk op een heel reactionaire manier... en eigenlijk redelijk conservatieve manier of in de kramp schieten... Ja. Als het woord woke horen. Dus we hebben een volledig tegenovergestelde definitie, denk ik, van woke. Nu, er zijn twee dingen die wel heel belangrijk zijn om aan te halen. Die erkenningsdynamiek, want die erkenningsdynamiek is iets heel belangrijks en dat is iets waar ik... dus ik ben geen gigantische fan van Fukuyama en andere denkers die dat daar constant op hameren, maar ik denk wel dat hij daar een punt heeft. En dan had je het ook nog over boardroom. En ja, dat is heel praktisch. Dat is een praktisch element, maar positieve discriminatie is natuurlijk ook weer een heel Amerikaans gegeven en heeft te maken met een soort van equality-denken dat niet noodzakelijk een differentiedenken is. Dus we zitten ook weer met twee verschillende tradities vanuit de gelijkheidsdenken. Nu, in België bestaat ook wel, hè, positieve discriminatie? Ja, maar wel anders. Zeker, volledig anders, omdat de gerechtelijke structuren en dergelijke helemaal anders ingericht zijn als in de VS, dus dat kan je niet vergelijken. Maar het is heel belangrijk, denk ik... en als belangrijkste boodschap die ik misschien wil meegeven in deze podcast, is dat eigenlijk hetgene dat als woke-denken gezien wordt, dat dat niet noodzakelijkerwijze een gelijkheidsdenken is. Dat eigenlijk zegt van 50-50 en die persoon moet volledig... Die differentie, die verschillen onderling, die moeten eigenlijk volledig in de vorm weggewist worden en we gaan inderdaad alleen maar kijken naar... ik weet niet, het brein, al zullen daar ook... Competenties in de breedste vorm. Maar er is ook nog een ander denken, en dat is het verschilsdenken, waarbij eigenlijk meer, en dan komen we helemaal terug aan het begin van het verhaal, waar ik het had over hoe dat er in de moderne westerse wereld heel negatief naar verschil is gekeken door de eeuwen heen. En dat is eigenlijk een denken dat het verschil wilt centraal zetten en eigenlijk wilt zeggen van die verschillen zijn eigenlijk oké. En hetgene dat we eigenlijk gaan moeten proberen te doen, is niet de vrouw gelijk maken aan de man bijvoorbeeld, door allerlei ingrepen, maatschappelijke ingrepen. Oké, gelijkheid of een soort van rechterlijke of juridische gelijkheid is allemaal natuurlijk, en moet wel geïmplementeerd worden, dat is nog wel het doel. Hè. We zitten in een liberale democratie, of een sociaal-liberale democratie hier. Maar dat differentiedenken, dat zegt van die verschillen zijn oké en die moeten eigenlijk gewaardeerd worden. Akkoord. Dat zit er eigenlijk nog niet in. Goed, maar dat is wel belangrijk. En dan zit je eigenlijk een beetje vast in die identiteitspolitiek. Want het grappige is, denk ik, op het eerste gezicht zullen onze perspectieven enorm hard verschillen. Ik denk dat ons perspectief iets dichter ligt, omdat je begint met die meer genealogische definitie ook van wokeness. Onze perspectieven verschillen heel erg hard, maar uiteindelijk... Denk ik, hebben we het over hetzelfde, namelijk... We willen volgens mij exact hetzelfde. Ja, verschillen moeten gewaardeerd worden. Dat is altijd. Verschillen zijn er, kunnen eigenlijk ook niet weggewist worden, maar er moeten wel een aantal ingrepen gebeuren om de maatschappij zo in te richten dat die vroegere status quo, die toch wel redelijk discriminerend was... Ontegensprekelijk. Ja, en is... dat die toch wel omvergeworpen wordt en dat er een aantal veranderingen geïmplementeerd worden, waardoor mensen nog meer ten volle kunnen zijn wie dat ze zijn en zich kunnen verwezenlijken. Om het dan heel filosofisch uit te drukken. De grap is, en dit is mijn punt eigenlijk, vanuit die wokeness-retoriek en vanuit eigenlijk dat idee van woke als anti-woke, wordt dat debat eigenlijk een beetje onder de mat geschoven, want je zit in zo'n tegenovergestelde... ja, maar dat is heel onze podcast ook. Hè? Ja, voilà. Daar zit de realiteit niet. De realiteit zit veel meer in het midden. Ja. Maar ik denk wel dat, net zoals jij zegt, het woke gebeuren vrij hard in extreme zit. En daarom dat ik ook soms het gevoel heb dat het zijn doel voorbij schiet. Omdat eigenlijk het woke gesprek is eigenlijk tussen de mens gewoon, hè, van mens tot mens, volgens mij al super lang gaande, ook zelfs al voordat het woord bestond. Maar eigenlijk sinds dat het woord bestond, is dat eigenlijk gebruikt inderdaad om meer verschil te creëren in de negatieve zin, hè, dus een wij-zij-verhaal, versus dat uiteindelijk volgens mij dat al heel lang bestaat. Volgens mij komen er vandaag eigenlijk ook terug thema's op tafel die volgens mij al superlang cultureel, eigenlijk individueel aan de gang zijn, die inderdaad misschien op maatschappelijk of collectief niveau nog niet volledig zijn doorgecijpeld, maar volgens mij als elk individu wel die logica en redenering aanleert en daar eigenlijk gewoon mee geboren wordt, dan komt dat er eigenlijk in. Maar dat is misschien een iets of een passievere manier van ernaar te kijken. Ja, en misschien is dat niet... is natuurlijk, en dan bevinden we ons wel een beetje in de politieke vaarwateren, maar er zijn... Het grote gevaar, denk ik, en dat is ook gewoon echt gaande, want ik heb hier een aantal stukjes nu ook meegebracht van verschillende mensen die schrijven over woke, hè, als anti-woke dan voornamelijk ook. is dat het wel politiek... er is een soort van politieke pervertering, een soort van... Er is wel een identiteitsfetischisme, dus het gaat heel veel over identiteit in onze maatschappij. En ik denk dat dat ergens ook wel logisch is, omdat de maatschappij zo ingericht is. Nogmaals, dat is dat individuele verantwoordelijkheidsgevoel of responsabiliseringsverhaal, om het in een moeilijke term te zeggen, waarbij echt wel wordt gezegd van oké, jij bent niet naar de universiteit kunnen gaan, ja, dat ligt toch voornamelijk aan uzelf, want in België hebben we een heel gelijkwaardig onderwijssysteem, en als je hard werkt, dan lukt het en de kansen zijn er en je moet ze grijpen, et cetera, et cetera. Dat is het officiële verhaal, een beetje het neoliberale verhaal, waar dat zegt, het individu is wat telt en alle andere dingen die je hebt meegemaakt in je leven, de kracht van het individu, je gaat ervoor en dan moet het normaal gezien wel lukken. Het ding is natuurlijk... dat niet voor iedereen zo geldt en dat er wel een aantal structuren zijn die het voor bepaalde mensen moeilijker maken om daar te geraken. Maar in het hele discours over woke wordt dat eigenlijk, dat samenlevingsperspectief, redelijk onderuit gehaald en wordt er eigenlijk... Ja, dat wordt altijd een beetje onder de mat geveegd. En het zijn ook altijd wel zeer specifieke mensen die eigenlijk vanuit toch wel een meerderheidspositie... Eigenlijk dat idee, Mia Doornaert bijvoorbeeld, die ik wel op zich wel respecteer natuurlijk als denker, maar dat is iemand die een zekere geprivilegeerde positie heeft en die zich gaat mengen in een debat eigenlijk over minderheidsrechten. Als iemand uit de meerderheidspositie, zonder denk ik echt in dialoog te treden met mensen die in die minderheidspositie zitten. En dan wordt het wel heel gevaarlijk en ook wel heel moeilijk, want dan lijkt het eigenlijk bijna, we hadden het er straks over slachtoffermentaliteit, lijkt het bijna alsof dat zij die deel uitmaakt van de meerderheid, dat is toch wel goed verdienende witte vrouw uit de hogere middenklasse, denk ik. Zelfs bepaalde culturele elite eigenlijk, als je het zo zou willen noemen. Dat ze eigenlijk bijna het slachtoffer wordt van woke-denken. Wat echt wel een beetje een politieke pervertering is van waar woke eigenlijk origineel voor stond. Namelijk woke als bewust worden, en voornamelijk vanuit die zwarte Amerikaanse context, van anti-zwart racisme. Dan wordt het wel een beetje een soort van politieke pervertering. Wat niet betekent dat we geen discussie zouden mogen hebben over... zoals jij het eigenlijk eerder noemde, over rechten, plichten, discours, over hoe pakken we het bewerkstelligen van meer gelijkwaardigheid in de samenleving goed aan, hoe speelt onderwijs daar een rol in, et cetera, et cetera. Ja, maar maakt alles bij voorbaat een beetje dood, denk ik. Dus woke wordt heel vaak ingezet, en dat is heel problematisch, denk ik, als een soort van politiek middel, om eigenlijk een beetje nog wat meer polarisering en ophitsing te krijgen. En het gaat wel heel ver, want er zijn wel een aantal, en dat moeten we ook durven erkennen, denk ik, extreemrechtse en alt-right ideologieën, die dat dan ook eigenlijk gaan verbinden met een aantal minderheidsrechten die effectief al verworven zijn. En die dat dan heel erg gaan liggen... bijvoorbeeld transgenders meteen gaan aanvallen op persoonlijk niveau en eigenlijk zeggen, die gender-nonconforme mensen en al die dingen, dat is allemaal zever, dat past niet in de maatschappij, et cetera, en we moeten terug naar dit en vroeger was het beter en blablabla. Dus die beweging is er zeker ook wel en die is er ook wel zeker hier. En dat zit eigenlijk allemaal mee achter die notie van woke als anti-woke dan. En dan wordt het wel heel gevaarlijk. Ja? Ik wil een vraag stellen en je hebt heel veel gezegd en ik wil niet onrespectvol zijn door daar niet op in te gaan. Maar omdat je nu even dat gendergebeuren net aangehaald, dat is zoiets dat ik al een paar keer heb gezegd. Maar ik heb hem nooit tegen iemand gezegd die dat wat dieper heeft onderzocht, om het zo te zeggen. Of misschien, anyway. Maar een van mijn meningen, of een van mijn vragen eerder gezegd, is van gender... Dus gaan we nu een brug maken naar gender of... Ja, ik volledig kort. Is gewoon eigenlijk... Ja, het is erom dat ik de intro geef. Is eigenlijk... Vandaag de dag zijn er meer genders dan ooit, in zekere mate. En ik link dat met wokeness. Ik kan daar al dan niet fout in zijn, maar laten we even dat geïsoleerd bekijken van woke. Ik link dat met wetenschap. Dan linken we het aan wetenschap. Maakt dat niet echt uit waaraan we het linken. Maar meer genders in het idee van equality. En uiteindelijk... Oké, wacht, ja, dan moeten we... Of verschil. Allee, dat hangt ervan af hoe dat je, welke dingen dat je gebruikt. Nee, gelijk behandeld te willen worden. Oké, dat is al iets te zien. Ja, voilà, okay, dus dat wil ik zeggen. En uiteindelijk, we zijn... Ja, of we hebben dan, denk ik, de afgelopen jaren meer en meer niet genders gaan beginnen benoemen. En ik vind dat een super vreemde beweging, want uiteindelijk, als ik pro-woke was, en ik ben niet pro nog tegen, ik vind gewoon dat er interessante en minder interessante bewegingen zijn, maar dan zou mijn reflex zijn, in plaats van twee genders aan te gaan, man-vrouw naar, ik zeg maar iets, 20, whatever, interesseert me niet, zou ik dat nooit doen, maar zou ik net terugstappen en zeggen, nee, er zijn enkel nog mensen. Ja. En we zijn dat meer en meer gaan beginnen noemen, waardoor we meer en meer deelidentiteiten hebben gecreëerd, waardoor meer en meer mensen in een minderheidsgroep bevinden en zich uiteindelijk gemakkelijker in een echo chamber kunnen bevinden. En dat vind ik in zekere mate een gevaar, want dat lijkt mij zo contraproductief. Want als ik gelijk behandeld wil worden, dan zou mijn standpunt zijn, we stappen weg van genders, zodat we dat niet meer benoemen of niet meer zo extreem benoemen, geen implicit bias niet meer hebben en eigenlijk mensen automatisch gelijker gaan bekijken. Maar implicit bias, denk ik, dat is ook weer zoiets... Kijk... Het opdelen van mensen in categorieën, dat is eigenlijk bijna... Ik ga dat nu ook niet... Het is bijna een soort van evolutionair gegeven, dat eigenlijk ingegeven wordt... Je kunt er niet rond. Door een soort, nee, dat is een soort van psychologisch en evolutionair gegeven. Het ding is natuurlijk... En ik luister naar wat je aan het zeggen bent en ik snap ook het stukje van deelidentiteiten. Again, ik schrijf heel veel over identiteitsfetischisme, dus ik denk soms dat het ook wel... de boel nodeloos misschien complex maakt, maar dat betekent niet dat complexiteit... De wereld is effectief ook zo complex. Spijtig genoeg. Maar niet mee onakkoord, maar de essentie... Ik snap wat je zegt, maar om het dan toch over gender even kort te hebben... Ik ben heel erg voor gesitueerde kennisproductie. Dus gesitueerde kennisproductie betekent, en ik had het daar straks over consciousness raising in de jaren 60, 70, en vrouwen gingen in een groepje zitten, we gaan onze lived experiences, onze ervaringen delen en dan gaan we eigenlijk eens alles samenleggen en kijken van, wat is hier eigenlijk hetgeen dat ons verbindt en is dat effectief iets meer maatschappelijk, die onderdrukking die we in ons privéleven ervaren, et cetera, et cetera. Gesitueerde kennisproductie betekent eigenlijk dat je eigen context en je eigen levenservaringen en identiteitscategorieën en dergelijke een beetje meedenkt. En dan denk ik dat het misschien voor mensen die echt het gevoel hebben dat ze geboren zijn in het juiste lichaam, iets makkelijker is om te zeggen, ja zeg, die verschillende genders en dergelijke, dat zorgt toch voor een nodeloze problematiek, al die verschillende deelidentiteiten, et cetera. Maakt dat de boel niet moeilijker? En ik denk dat dat een legitiem perspectief is om te... Ik zeg niet moeilijker, hè? Nee, maar bon. Wat zeg je dan wel? Dat het zijn doel voorbij schiet. Om meer erkenning te vragen voor mijn identiteit, hoe ik ze heb gedefinieerd, in plaats van er eigenlijk van weg te stappen. Waardoor dat je dan eigenlijk automatisch meer gelijkheid hebt. In de jaren 80 hebben ze dat wel effectief geprobeerd. Want een van de vroegere vormen van feminisme was eigenlijk het gelijkheidsfeminisme. Dat eigenlijk zei, we gaan effectief... die verschillen of biologische verschillen en dan ook sociaal geconstrueerde verschillen die dat er zijn tussen man en vrouw, om die twee categorieën nu even te gebruiken, die gaan we wegwissen en we gaan iedereen op een genderneutrale manier opvoeden en dan komt er een ideale maatschappij, want iedereen wordt dan gelijk opgevoed en, zo, en dat werkt wel. Dat heb ik ook niet per se gezegd. Nee, maar dat gaat er wel naartoe, hetgeen dat je nu zegt. Oké, dat wil ik niet per se ontkennen. Misschien moet ik mijn vraag dan, of mijn bemerking dan nog iets beter verwoorden. Ja. Uiteindelijk... God, er zijn zoveel manieren. Goh, weet je, er is zeker iets waarop dat ik mezelf als waarop dat ik een minderheidsgroep ben. Laten we het noemen mijn... dikke neus. Een ADHD-principe. En over het algemeen binnen het bedrijfsleven word ik als heel atypisch ervaren. Dus daar ben ik zeker wel minder... Wat zijn voor- en nadelen heeft tegelijk. Maar uiteindelijk, ik moet wel bekennen... Ik heb daar geen benoeming voor. Of ik benoem dat niet. Ik ben Amory. Ja. En dat is een supercomplex, dat zit vol met gekke dingen en tegengesteldheden en x, y, z. Maar ja, ik weet niet, is dat zo belangrijk dat ja, maar ik ga de devil's advocate nu dan zijn. Dus Evelien heeft ook ADHD. Welkom. Ja, welkom. Ja. En dat is inderdaad een neuroatypische, of een soort van neurodiversiteit, die het wel inderdaad soms wat complexer maakt, denk ik. Omdat er inderdaad de meerderheid van mensen niet zo is. Nu, als we dan die oefening even willen maken, en echt, ik ga nu heel vervelend doen, en een soort van kruispuntdenken oefening willen doen, hè, Dus stel dat je ook nog eens hebt ADHD, maar ik kwam ook uit... Ik ga nu gewoon Merksem gebruiken, omdat dat mijn achtergrond is uit een lagere sociale klasse. Met ouders die niet verder gestudeerd hebben of misschien zelfs gestudeerd hebben, maar dan maar tot hun 16e of zo. Mm. Dat je eigenlijk ook nog gedeeltelijk van Marokkaanse afkomst bent. En dan misschien ook nog... we zullen het daar al op houden. Ik denk dat het dan misschien al wel iets moeilijker zou geweest zijn om... Of dat het perspectief dat die persoon gehad zou hebben, dat jij nu hebt geuit, dat echt wel anders geweest zou zijn. Maar om dat te kunnen weten, moeten we eigenlijk met die personen wel in dialoog gaan. En ik denk dat het dan heel belangrijk is, als we het echt hebben over gender en genderdiversiteit nu terug, want dat was het waar we echt mee begonnen, dan denk ik dat het vooral heel belangrijk is om als personen die... En dat is dan de term die gebruikt wordt, cisgender zijn, die dat dan zeggen van oké, ik voel dat ik geboren ben in het juiste lichaam. En ik voel dat eigenlijk alles bij mij past. Dus ik ben van geslacht, biologisch gezien, vrouw. Alhoewel dat er dus ook heel veel verschillende geslachten zijn, wetenschappelijk gezien. Dus dat is de laatste 20 jaar ook echt onderzocht. Er zijn enorm veel afwijkingen. Afwijkingen. Dat is de eerste 10 weken van de foetus dat je allemaal hetzelfde zijn. Daarna beginnen de kant uit te gaan en de ene gaat extreem hard. Evenveel verschillende geslachten, biologisch en wat is het, chromosomaal gezien, dan dat er eigenlijk dan genders zijn. Dus dat is ook al heel interessant. Hè? Ja. Maar spectrum is een heel goed woord hier. Maar... als cisgender persoon is het natuurlijk makkelijker om te zeggen van zou het niet gemakkelijker zijn om al dat gedoe, eigenlijk al die speciale minderheidsrechten en ideeën, dat eigenlijk wat af te schaffen? Want hebben we al die verschillende nieuwe categorieën eigenlijk wel nodig? Zodat, punt. Die persoon die niet cisgender is en die, denk ik, geboren is... voelt dat het lichaam er niet bij past en die gewoon gender of gewoon gender non-conform is en eigenlijk daar maar dat is voor uzelf dan, hè? Ja, die gaat daar wel een andere opinie over hebben, denk ik. Want die heeft waarschijnlijk wel in diens leven echt discriminatie meegemaakt en vaak uitgelachen geweest op school. Maar iedereen is gepest geweest om een reden, niet? Ik denk niet dat jouw perspectief, en ik denk niet dat mijn perspectief als iemand die dus dat niet ervaren heeft, dat wij eigenlijk, op dat moment denk ik dat wij in de dialoog die we willen aangaan met elkaar, dat we wel even een stapje terug moeten zetten. En eens eerst moeten luisteren naar die personen die al die dingen wel ervaren hebben. En misschien zijn erbij die dat effectief niet ervaren hebben, want kruisende identiteiten betekenen ook dat iemands context is niet... Stel nu, om een dom voorbeeld te geven, ik ben duidelijk een wit iemand. Hè, ik ben in België wit. In de VS, en ik heb lang in de VS gewoond en gewerkt, ben ik extreem wit. In die zin dat mijn witheid enorm veel privileges geeft in vergelijking tot mijn mede-collega's die bijvoorbeeld... Ik had een collega die uit Puerto Rico kwam, die Engels sprak met een meer Spaanstalig accent. Ik heb een heel vies Amerikaans accent, dus ik kan mij makkelijk voordoen als een soort van standaard American citizen. En ik heb daar echt geleerd dat mijn perspectief, en mijn context, en laten we zeggen de privileges die ik in de Belgische context misschien iets minder heb, omdat ik effectief... Ik herval nogal snel in een Antwerps Merksems accent. En mijn klasseachtergrond is denk ik iets anders dan de meeste mensen die op de universiteit werken enzovoort. Wel, die benadeel, of dat niet-privilege daar op vlak van klasse en op hoe klasse zich uit in taal, denk ik dan, specifiek in Vlaanderen, is iets dat ik natuurlijk in de VS totaal niet had. En mijn witheid werd daar eigenlijk als nog een veel groter privilege gezien, in vergelijking met dan bijvoorbeeld een collega. En ik zag dat gewoon elke dag, als wij naar een coffeeshop... Maar er zijn problemen, hè? Dus 100% mee akkoord. Maar dan denk ik, die persoon die dan eigenlijk wel uit Puerto Rico komt en wiens taal eigenlijk... er zijn een aantal indicaties dat die van Puerto Rico komt en die ook niet wit is. Die werd wel concreet op dagdagelijkse basis op een heel andere manier behandeld. En 100% dus, daartegen, hè? Wacht, en dat weet ik. dat heb ik al kunnen opmaken uit je verhaal. Nu, nogmaals denk ik dat het dan wel belangrijk is... En dat is mijn probleem met het hele woke als anti-woke gegeven. Wij moeten vanuit ons eigen perspectief en eigenlijk onze belichamelijkheid dan eigenlijk een stapje terugzetten en naar die mensen luisteren. Want voor hen is het blijkbaar wel belangrijk dat er En dan hebben we het nu specifiek over mensen met non-binaire identiteit, dat er wel een X bijvoorbeeld op het paspoort komt en dergelijke. En dat er wel een soort van kleine... Maar dan zitten we weer op dat gegeven, hè? Waarom moet er een X op versus waarom moet het erop? Ja, goed, maar dan eigenlijk, als je dat echt heel ver wilt doordenken, dan kan je natuurlijk ook de liberale democratie afschaffen en dan kan je ook zeggen van oké, we hebben geen rechtenstelsel niet meer nodig. Het probleem is dat heel dat systeem natuurlijk geënt is en gecreëerd is vanuit het idee dat mensen elkaar onderverdelen in categorieën. Dus ja, we kunnen dat natuurlijk... Het meest utopische... Het meest ideale situatie zou zijn dat eigenlijk al die dingen niet meer zouden tellen. Maar daar zijn we niet, hè? En gaan we daar ooit zijn, eigenlijk? Ja, we gaan daar nooit zijn. Het is daarom, denk ik... Moeten we dat niet... Respect is superbelangrijk. Ja. En moeten we ooit dat respect weggaan? 100% niet. Maar dat is het probleem. Ik denk dat we er niet meer in slagen om respect te hebben, waarom dat we eigenlijk dingen heel legaal en structureel en maatschappelijk gaan afdwingen, omdat eigenlijk die onderbasis van onbewust, noem je dat, respect... Dan moet ik je onderbreken. Wat wordt er dan exact en concreet afgedwongen in het wokeness-verhaal? Ja, bijvoorbeeld het boordgebeuren van 50-50. Maar dat is positieve discriminatie en dat heeft te maken met identiteitspolitiek. Dus voor u is dat dan woke, maar wat is dan maar identiteitspolitiek dan? En woke... Oké, dan moeten we even... voor de sake of this... echt verramen dan. Ja, voilà. Voor de sake of this argument zou ik dat inderdaad even op één lijn willen leggen en we kunnen daar een nieuwe definitie aan geven. Maar zo bekijk ik het even dan. Want woke, ik ga een stukje pakken, want ik had zo wat fragmenten. Ja, maar ik denk, er is ook wel een belangrijk onderscheid te maken tussen hoe dat woke bedoeld is en hoe dat vandaag gebruikt wordt. Ja, maar dat is hetgeen wat ik al de hele tijd probeer te zeggen, dat je die twee stromingen hebt. Eentje met die genealogische context vanuit de VS, waarin het echt verbonden wordt aan wakker zijn, nogmaals niet antivax gerelateerd, wakker zijn, bewustzijn van bepaalde onderdrukkingen, van bepaalde problemen. En dan eigenlijk een manier waarop het in de media gekneed en geboetseerd wordt door toch wel een deel... Ja, niet alleen extreemrechts en outright, maar ook conservatieve denkers, waarop dan vaak eigenlijk direct bij een soort van nog meer gepolitiseerde reactie vanuit links dan eigenlijk voortkomt. Waardoor er gewoon geen gesprek niet mogelijk is. 100%. Ik denk dat wij sowieso pro-dialoog zijn. Ja. En ik denk, we moeten zeker dat dialoog aangaan met die mensen. Absoluut, 100%. Maar ik denk, om even een paar stappen terug te zetten... Ja. Maar Amelie er net zei van, en wat dat jij ook eigenlijk zegt in het begin, is van we willen niet graag in een hokje zitten, in een hokje geduwd worden. Maar ik denk door alles te gaan benoemen en te omlijnen en identificeren, dat er net meer hokjes gaan komen. Ja. Zijn we dan niet inderdaad een beetje paradoxaal bezig en een beetje in een vicieuze cirkel aan het wandelen? Ja. En is dat en dan met uw tegenargumenten ben ik aan het denken, kijk, dat is niet het einddoel. Het einddoel is van gelijkheid iedereen. Maar is het dan een essentiële tussenstap of is het een nutteloze tussenstap? Kijk, daar denk ik dat het de grootste twijfel momenteel hier een beetje heerst. Ik heb daar natuurlijk ook een andere geleefde of doorleefde positie in als jullie twee. Dat is logisch, door een aantal bepaalde identiteitskenmerken. Maar je legt het eigenlijk je vat het heel goed samen, hoor. Ik zit zelf ook in een moeilijke positie. Dus ik ben iemand die heel veel nadenkt over identiteit en hoe identiteit tot stand komt. En ik heb enorm veel respect voor mensen die met kruispuntdenken en intersectioneel activisme bezig zijn. En die dus echt en anti-zwart racisme aankaarten enzovoort. Tegelijkertijd denk ik dat het gewoon voor alle partijen, maakt niet uit welke... vanuit welk politieke hoek dat je komt kijken, denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat we allemaal eens een stapje terugzetten, of zouden terugzetten, om eens na te denken wat eigenlijk identiteit juist is. En inderdaad, of dat het werken met categorieën, en categorie is eigenlijk ook altijd negatief, hè, want die gaat uit van een bepaalde norm. Eigenlijk heb je een heel systeem, en dat is heel Foucauldiaans, maar een heel systeem dat eigenlijk zegt van oké, je hebt een bepaalde norm in de maatschappij, die norm die verandert door de eeuwen heen wel, maar er is wel een zekere status quo, waar dat de meerderheid zich dan achter schaart. En die hebben dan eigenlijk ook gewoon de macht om te zeggen van ja, bon, dat is abnormaal, dat is normaal, en dergelijke. En ik denk dat het heel... moeilijk is voor iemand die zich dan binnen een meerderheidspositie bevindt, om dan eigenlijk te zeggen van nou, gaan we dan toch maar niet die categorieën weggooien, want dit en dat. Hoe je het ook draait of keert, hoe moeilijk en complex identiteit is en hoe slecht eigenlijk dat we het definiëren, we zijn daar te weinig mee bezig. We hebben er nood aan, blijkbaar. Er zijn veel mensen in de maatschappij die er nood aan hebben om toch een bepaald... Ja, dat er een bepaalde categorie is en een bepaald label is, waardoor ze, ik denk dat dat heel belangrijk is, zich toch kunnen voelen van een bepaalde groep, die eigenlijk ook opkomt voor die belangen waar zij zelf voor staan. En het grappige is natuurlijk, en dat moet je echt even serieus nemen, het grappige is, als je in een bepaalde meerderheidsgroep zit, dan heb je niet het gevoel dat je eigenlijk ook aan een soort van minderheidsrechtenpolitiek aan het doen bent. Meerderheidspolitiek is eigenlijk ook op erkenning gebaseerde rechtenpolitiek. Is net hetzelfde, alleen wordt dat niet zo gedefinieerd, omdat dat de meerderheid is. Ja, maar langs de andere kant ben ik nu aan het denken, is... om even in dat gender verder te gaan. Yeah. Van, ze willen dan onder een label kunnen horen. Laten we het dan zeggen nu de LGBTQ+. LGBTQI. Ook, ja, voilà, zie je. Ja, dat zou maar omdat zij dan onder dat label gaan ze ook een beetje... Allee, ben ik nu gewoon daarop aan het denken, dus ik weet niet of dat juist ben, maar als je eigen dan onder een nieuw label steekt, gaat je misschien ook wel een deel polarisatie creëren, omdat je dan een nieuwe tegen volledig andere groep maakt. Ja, en dat is een van de problemen geweest. Als we dan teruggaan naar die tekst van 1962... Ja. Al die verschillende civil rights movements, die hebben soms ook... Je had bijvoorbeeld in de jaren 70 had je de gay rights movements, de lesbiennes... Nee, dan kun je nog verder kunnen praten, anders wordt dat wel moeilijk. De lesbiennes die vielen daaruit. Je had dan de feministische beweging. Zwarte vrouwen werden daaruit geduwd. Lesbiennes werden daar ook weer uitgeduwd, et cetera, et cetera. Dus er is altijd het eigen... Allee, ik denk dat het een beetje eigen is aan het creëren van een bepaalde groep die opkomt voor bepaalde belangen. Dat er dan mensen worden uitgeduwd. Het interessante aan kruispuntdenken of aan intersectioneel activisme is eigenlijk dat het een soort van coalitioneel denken wordt en activisme wordt, waarbij eigenlijk net gezegd wordt, ik reik u de hand, ik trek u mee in die groep, we maken de groep groter en groter en groter. Je hebt nu zelf gezegd LGBTQIA+. Het idee is wel dat die uiteindelijk toch één grote groep of vormen onder die umbrella-term en dat die mensen... Ondanks dat zij redelijk veel van elkaar verschillen, want je kan een witte homo-man zijn uit Brussel. Maar is het niet beter dat de H van hetero of de M van en de V van vrouw ook ineens in die categorie zitten, zodat we allemaal mooi één... Maar we zijn niet allemaal mooi één dingetje, hè? Dat is een beetje het probleem, want in de realiteit natuurlijk is er wel gewoon heel veel. Dus ja, natuurlijk, uiteindelijk is dat ergens het doel, denk ik, van een coalitionele politiek. Is natuurlijk, waarin dat verschil erkend wordt en waarin verschil gerespecteerd wordt en waarin dialoog centraal staat, et cetera, is natuurlijk dat het systeem zichzelf opheft en dat er... Kumbaya op het einde van de rit, dat alles in orde is en dat we allemaal samen één grote groep vormen. Maar ja... Nee, ik snap het wel, maar ik denk een belangrijk verschil, en dan we zijn ook al verder, maar is, je trekt het snel, en dat is geen verwijt, maar ik hoor het vaak vanuit terug politiek, maar ik denk dat ik het soms een tikkeltje individueler bedoel. En dat spreekt altijd over andere manieren van kijken naar een topic, wat een belangrijk onderscheid is. Misschien ook iets praktisch, ik wou zeggen, dat is licht afstappend van het gendergebeuren, maar ook niet volledig. We hadden recent dan, imam dan, Khalid Benhadou op de podcast, islam, moslim, en we zeiden, weet je, we gaan het er vandaag niet over hebben, we hebben het er uiteraard over gehad, en dat voor zich. Maar we gaan gewoon samen een beetje komen, we gaan wat babbelen rond wat is nu het goede leven uiteindelijk. En uiteindelijk merk je, als je normen en waarden gaat destilleren naar de essentie, dat je eigenlijk veel meer op één lijn zit. Natuurlijk verschilt geen details, 100%, maar de details zijn dan ook, hoe moet ik het zeggen, een meer individuele beleving en de essentie moeten we zien dat we als maatschappij volledig overeenkomen. En uiteindelijk, door dingen eens niet te gaan benoemen, merken we van, we zijn eigenlijk supergoed in staat om met elkaar in gesprek te gaan, bla, 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 bla. En ik denk dat dat de essentie is, dat je soms wel wegstapt van dat wij-zijn-verhaal, maar soms lijkt dat meer aandacht te krijgen dan ooit, dan ervan weg te stappen. Maar politiek, praktisch gezien, is dat misschien noodzakelijk, maar filosofisch, individueel gezien, is dat contraproductief. En mijn belief is dat een goede logica van individuen die leven, meer impact hebben, positief impact op het collectief, dan het collectief te willen wijzigen en dan eigenlijk het individu te gaan polariseren. Duidelijk niet, want dan zouden de problemen die er zijn, er niet zijn, hè? Je legt het heel goed uit en ik zie het punt ook en ik snap ook waarom dat je terug in dat individuele perspectief van één subject altijd terugkeert. Maar natuurlijk, als je al die subjecten samentelt en je bekijkt het vanuit maatschappelijk meer holistisch perspectief, dan zie je toch dat het zo niet werkt. Ja, omdat we er niet zijn geslaagd om die logica te downloaden bij iedereen. Mm-hmm. Onderwijs is dan wel een mooi middel, denk ik. We hebben heel vaak een probleem met het kritisch denken binnen onderwijs. Dat wordt zo als niet aangeleerd. Dat geen vak aan zich is eigenlijk absurd. Ja, ik vind filosofie voor iedereen trouwens op middelbaar onderwijs, maar ik vind dat ook in een soort van... Of nuchterheid. Ja, exact. Wij zijn geen rationele mensen, hè. Wij zijn emotionele dieren. Onze hersenen zijn gemaakt van efficiëntie. Ja. Nooit doen als je snapt hoe dat de wereld werkt, want de wereld is er veel te complex voor. Inderdaad, denk, onderwijs is veel te conservatief. Ja. Veel te conservatief. Maar conservatief, dat hangt er een beetje vanaf hoe dat je conservatief natuurlijk ook weer definieert. Maar ik denk wel dat het belangrijk zou zijn om... Ja, terug zoals vroeger, een soort van vak waarin dat je leert om te debatteren, wat logica is, zeker. Je had het over echo chambers daarvoor. Gewoon, hoe dat sociale media werkt. Inderdaad, van jongs af aan de mensen aanleert om zich open te stellen voor andere meningen, stromingen, dingen, whatever dat is. Gewoon openstellen. Gewoon want dat, waarom dat is woke als anti-woke, waarom neemt dat nu zo? Waarom denken veel mensen... Want ik heb het ook, de oefening ook met mijn ouders gedaan, bijvoorbeeld. Shout-out. Die zoiets hadden van... Geerts, mevrouw Geerts. Dat is iets heel negatiefs, hè? Dat is iets heel negatiefs. En ik zeg dan, ja, maar wat is dat dan juist? En dan wordt het heel moeilijk, want dan kunnen ze dat eigenlijk al niet meer echt volledig definiëren. En dan moeten we gaan nadenken van, geef eens een voorbeeld. Ja... Al dat gedoe over gender enzovoort. Allee, dus ik wil maar zeggen, het is heel belangrijk, denk ik, om die invloed van sociale media en van Twitter en Facebook en die echo chambers die dat daarin momenteel gecreëerd worden, een beetje boven ons hoofd heen door algoritmes, die trouwens vol zitten met implicit bias, om terug een ander aspect van onze discussie naar voren te brengen. Om daar meer en meer ook te gaan over nadenken en om... critical literacy skills. En ze noemen dat eigenlijk critical digital literacy skills. 100%. Want ik gaf een vak aan een niet nader genoemde universiteit in Nederland een aantal jaren terug. Met derdejaars die dat een bachelorscriptie moesten schrijven. Die hadden geen idee hoe dat ze bronnenonderzoek moesten doen. En dus alles wat op een website stond, eender welke website, dat was waar. Daar moeten we, denk ik, eens even mee beginnen. Ja, maar gedeelte fact-checking en zo. Maar ons idee, ook een beetje van de podcast, is altijd... En nu is dat iets meer, we moeten dialoog creëren, maar het begint altijd bij stel alles in vraag. En stel vooral jezelf in vraag en je eigen conclusies dat je er trekt. Ja, tuurlijk. Mensen hebben die skill niet meer. Ja. Wow, sommige mensen hebben die skill wel. Er is maar als collectief kunnen we dat niet meer besluiten. Ja, als collectief. En waarom? Omdat je met die algorithmic biases zit en omdat je met die echo chambers zit. Ja, maar voor de verzuiling en zo. Er is altijd wel een reden waarom we onze eigen echo chamber opzoeken. Omdat we niet kritisch zijn voor ons eigen. En we zijn allemaal... We houden allemaal iets te veel van ja-knikkers. Zelfkritiek vereist een soort van kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid tonen in een maatschappij waarin eigenlijk vooral het individuele subject eigenlijk centraal staat en het maatschappelijke verhaal eigenlijk onder de mat geveegd wordt. Dat is niet gemakkelijk. Nee, dat wil gewoon zeggen dat de foute normen en waarden overgewaardeerd worden. Ja, maar... Ja, en ook dat kwetsbaarheid... Want kwetsbaarheid is supercool. Ja, en vandaag zie je dat gevierd wordt. Als zelfs topprofielen kwetsbaar zijn. Als je het elke dag bent en je maakt toch grove fouten, dan niet. Pas op. Ik denk met de coronacrisis dat er wel een kleine verandering is gekomen daarin. Omdat bijvoorbeeld mentale problemen en dergelijke, die worden nu wel... Er werd heel lacherig over gedaan, denk ik, het eerste jaar en met de eerste lockdown. Studenten met mentale problemen. Ze hebben de oorlog niet meegemaakt, dus zo erg kan het niet zijn. Maar nu zie je toch dat dat wel een beetje een discussie en een debat heeft aangewakkerd, wat eigenlijk echt super positief is. En ik denk dat dat voor al die andere onderwerpen die we nu net behandeld hebben eigenlijk ook heel belangrijk is. Maar mijn punt is ook echt dat de ideeën die wij hebben, denk ik, over woke, dat eigenlijk 90% social media ingegeven is. En dat bepaalde... Dat het heel erg... Ik heb die genealogische schets gegeven. Het idee dat leeft bij mensen over woke, dat dit iets helemaal anders is dan eigenlijk waar het vandaan komt. En dat het gewoon door de politiek en door bepaalde mensen echt... Maar dat kan ik wel volgen. Als een soort van stok om mee te slaan en dan te zeggen van kijk, al die minderheidsrechten, toek, allemaal terug in jullie eigen hokje en we gaan over iets anders spreken. Ja. Ik denk misschien als ik iets kort mag zeggen, maar ik heb je al een paar keer onderbroken. We moeten ook richting... we moeten richting aan, maar het gaat eigenlijk relatief vlot. Maar ik denk mijn core van het probleem, denk ik, met identiteit, woke, whatever, is dat op een bepaald moment gaat er altijd in een samenleving die ooit heeft bestaan en zal bestaan, iemand wakker worden en zeggen... dit werkt niet volledig. En dan is de vraag, hoe gaan we daarmee om? En ik vind dat woke eigenlijk toont... En ik vind dat woke, of het hele geven, en hoe dat de definitie constant gebruikt en misbruikt wordt, gewoon toont dat we daar nog steeds niet klaar voor zijn. Dus in plaats van... En dit is natuurlijk fout wat ik zeg, dus probeer het niet letterlijk te nemen, maar filosofisch. Maar dus in plaats van eigenlijk al die problemen op te lossen, want stel nu dat we alle problemen die woke heeft opgelost zijn, dan gaan er nieuwe problemen zijn die... moeten we, vind ik, precies gewoon als samenleving meer een skill aanleren om dat gewoon constant mee te nemen in het dialoog, zonder dat dat een heel spel wordt, dat polariseert en weer niet X en Z. Want dat is een never-ending show en dat vind ik dat je voelt aan het woke geven. Niet de specifieke punten per se, maar de manier waarop dat weer een probleem wordt aangekaart en hoe dat tot de oplossing komt. En ik denk, ik wil zien hoe kunnen we zo'n filosofische probleem in de toekomst, hoe kunnen we dat oplossen? En dat is volgens mij dialoog en dit soort gesprekken en dat cool vinden. En als iemand iets fout zegt, iemand daarop proberen, want cancel culture helemaal in het begin, dat is niet the way to go. Want dan polariseert je weer al mensen, dat gaat voor en tegenstanders hebt. Nuance is echt de doder van polarisatie. En dat moeten we echt meer zoeken. En ik denk dat dat een beetje mijn probleem is, wij soms mee hoe het er ook wordt omgaan, van de essentie van het probleem wordt niet aangepakt en binnenkort is het iets anders. Hoe men zegt, hoe men doet alsof er dan met woke wordt omgegaan, want die cancel culture, men spreekt daar altijd heel snel over, maar uiteindelijk, ik zoek nog altijd echt een goed voorbeeld. Hè. Er zijn een aantal dingen, ik weet niet, hoe noemde die Nederland? Dit is de stijl dat populair is, dat is een probleem. Ja, daar gaat het over. Maar, en het ding is, kijk, ik ben ook pedagoog. En pedagoog niet als opleiding, maar wel als iemand die gewoon enorm veel les geeft en ook graag les geeft. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, we gaan fouten maken. En ik heb inderdaad ook al... Ik geef ook genderstudies en seksualiteitsstudies. En dat zijn inderdaad... vakken, denk ik, waarin je misschien makkelijker het gevoel kan hebben dat je iets fout hebt gezegd, of het is gevoeliger, omdat het een leefwereld is die niet gedeeld... Sommige mensen zitten in een bepaalde leefwereld, anderen niet. En dus het is iets moeilijker om daarmee bezig te zijn, samen op een dialogale manier dan bijvoorbeeld logica. We eigen vaak al wanneer dat niet moet, omdat je met een schrik van een waar ik les gaf aan een van de meest progressieve of hippie colleges, zullen we dat maar zeggen. Ja, maar dat is ook, die zijn ook in de jaren 68 of zo echt ook gesticht door hippies. Dus dat was echt gaan we nog eens studeren? Toch maar eens doen, precies. Hè? Dus dat is daar heel liberaal. Hadden studenten ook echt vaak schrik om eigenlijk nog iets te zeggen, omdat ze eigenlijk al dachten op voorhand van oei, dat zou wel eens fout kunnen zijn. En dan durven ze ook niet meer van elkaar te leren. En dus bij mij is een soort van... er moet een soort van pedagogie, een kritische en affirmatieve pedagogie zijn, denk ik, vanuit de leerkracht uit, die ook zegt van kijk, er zullen fouten gemaakt worden. Maar het gaat erom met hoe dat je, op een verantwoordelijke manier en op een respectvolle manier met die fouten omgaan, dat we daaruit leren. En het idee is natuurlijk dan wel dat je op het einde van de rit die fouten niet meer maakt. Maar er zullen fouten gemaakt worden. En dat is gewoon zo. Want dat is in het echte leven ook zo. Een universitair klaslokaal is niet volledig zit niet volledig los van de maatschappij. En dus de machtsstructuren die daar zitten, de problemen die daar zijn, zullen ook in een klaslokaal voorkomen. En ik denk, maar dat vereist nogmaals wel een zekere kwetsbaarheid. Niet alleen van de studenten, maar ook van de leerkracht, want ik maak ook fouten. En dat leidt soms tot heel moeilijke situaties en tot pijnlijke situaties. Maar daar zit groei, hè? Je kunt enkel groeien in moeilijke en pijnlijke situaties. Het is natuurlijk wel, maar hoe kan men niet te statistisch worden? Dus je moet wel zien maar ik denk dat intentie... Ik denk dat we hier altijd wel spreken over intentie die, laten we even simpel zeggen, goed zit. Ja. En als het daar start... En dan ga ik je toch terug naar die echo chambers heel snel. Als je dan ziet... Woke is voor mij echt een constructie, een soort bijna van gepolitiseerde mediaconstructie. Het gaat over boekjes die goed moeten verkopen, artikels die goed moeten verkopen. Moet allemaal snel, snel, snel gaan en makkelijk verteerbaar zijn. En ik voel wel dat daar een van de problemen zit. De media die wij momenteel hebben... En dan heb ik het niet alleen over social media, maar dan heb ik het gewoon ook over... de mainstream media. Zelfs ook de niet-mainstream media. Seizoen 1, voldoende commentaar op. Het moet allemaal snel gepubliceerd worden, er moet winst gemaakt worden. En het is eigenlijk heel leuk, want als Mia Doornaert iets superkritisch zegt over woke, en er komt dan een linkse activist die dat dan zegt van dit en dat up, en dan komt er weer een reactie, ja, dat verkoopt zichzelf. En dat is wel een beetje een probleem. Akkoord. Er moet gewoon ruimte, denk ik, gemaakt worden voor slow thinking of zo, of slow dialogue. Gewoon nadenken. Maar dat moet effectief wel nog meer en meer gecreëerd worden. Ja, ja. Ik denk dat die wokeness, om het dan zo nog wat te zeggen, dat een beetje daar een slachtoffer van geworden is. En dat dat een soort van, door de media en door de politiek, geconstrueerd object is geworden. Ja. Dat eigenlijk helemaal niet meer representeert waar het. Maar dat gaat altijd blijven. En daarom dat weet ik niet. Dat, ja, ik zou dan graag een woke-beweging zien, die even dat kritisch denken en dat trager denken. Maar dat is er hoor. Gelukkig. Ja? Ja, wij zijn er misschien een klein onderdeeltje van, die gewoon de nuance wil inbrengen. Maar wat bedoelt jij daarmee? Nee, maar ik denk dat want ik zie dat te weinig, om eerlijk te zijn. Ja, ik eigenlijk niet, want ik zie dat elke dag met mijn studenten, dat dat er echt wel is. Ja. Ik zie dat elke dag met mijn studenten, en dat zij echt wel op het einde van de rit van die paar weken, dat we samen zitten, dat zij zoiets hebben van oké, dit is eigenlijk de manier om na te denken en om samen iets op te zetten. Het probleem is, denk ik, dat we in een maatschappij leven om het dan toch weer naar dat niveau te brengen, waarin alles gewoon echt supersnel moet gaan. En dat het er wordt niet meer naar gedacht. Nee, er is geen tijd. Er is geen tijd om na te denken. En als ik kijk, Nee, dat is niet. Maar dat is een menselijk principe dat gehijacked wordt vandaag de dag. En beter dan ooit. Maar daarom dat we moeten slagen, denk ik, in voorbij ons eigen mens zijn te denken. Ja. Sommige mensen zijn echt wel gewoon keihard bezig met overleven en hebben effectief geen tijd om dit te doen. Hè. Dus dat is ook een aspect dat je wel moet meenemen. Ja, oké, maar dan zit je weer... Extreem, maar algemene concept. Ja, maar uiteindelijk, heel het Westen is 1/7 van de wereld. Dus no way dat we heel de complexiteit van de wereld gaan kunnen meekrijgen. Neoliberaal kapitalisme zegt eigenlijk toch vooral dat je goed productief moet zijn voor je werkgever. En hier is eigenlijk geen plaats voor. Daar is al relatief hard aan het wijzigen, vind ik. Ja. Daar zit je, daar zitten we echt wel in een kantelmoment. Ja, omdat we nu echt wel meer gelukkig zijn. Hier vijfde gaat heel hard. Met de coronacrisis wel, maar niet overal hoor. In Nederland en in de UK waar ik zit. Het kan alle kanten nog wel uit, denk ik. Maar dat de ruimte moet gecreëerd worden voor dit soort van zaken, denk ik, is wel heel belangrijk. En nu, ik zie dat niet eigenlijk in de media momenteel. Ja. Wel, ik zei dan net zoiets van, is het een noodzakelijk iets, dingen, of is het het einddoel en is het eigenlijk een nutteloze zijsprong? Ik denk, als het inderdaad kan teweegbrengen, want ik denk dat niet het einddoel is, hè, van Hoekske en Dix en dat. Hè. Als het een tool kan zijn om inderdaad mensen terug te laten nadenken en... gewoon mensen terug te laten nadenken, open laten staan voor dialoog, dan kan het wel nuttig zijn. Maar ja, dat is heel moeilijk in te schatten, omdat we zijn zelf ook nog niet zo oud. Je kunt dat moeilijk inschatten op die immens lange termijn, dat is, hè, op al die stromingen. Dus. Ja, maar geschiedenis voorspelt wel iets. Ja, zeker. Maar voilà. Ik denk, het is een moeilijke. Het is echt... Mijn conclusie is toch dat het super zou zijn om meer ruimtes te creëren waarin dat er wel een soort van slow thinking gedaan wordt en waarin dialoog centraal gezet wordt en waarin we gewoon tijd kunnen vrijmaken om na te denken over waar dat concepten vandaan komen, wat de context is, hoe ze gebruikt worden en hoe dat ze misbruikt worden. En ik blijf erbij, de term woke wordt momenteel enorm hard misbruikt door verschillende politieke stromingen, door de media, et cetera. En eigenlijk zet men zo op die manier mensen meer tegen elkaar op dan men ze eigenlijk verenigt via dialoog. En dat vind ik heel spijtig. Voorbij. Ja, want dan heeft woke is voor mij een uitgehold concept dat echt een heel belangrijke zwarte activistische invulling had, die vandaag de dag eigenlijk nog altijd heel belangrijk is. Het is gewoon een algemene noemer. En nu is dat zo van genderwaanzin, et cetera, et cetera. En al die rare, beetje complottheorieën ook van extreem rechts en alt-right, die dat er dan mee verwengd worden. En dan wordt het wel heel gevaarlijk. Want dan... Het is een totale pervertering van waar het concept eigenlijk eerst voor stond. En daar heb ik wel... En dan mag je dat nog vanuit een individualistisch perspectief bekijken, of een maatschappelijk perspectief. Uiteindelijk, denk ik, is het gevaarlijk en kan het ons... Ja, net verder wegbrengen van elkaar. Ja, absoluut. Ja, en dat merk je, hoe vaak dat goede initiatieven, van waar dat ze komen en waar het idee daar ook achter is. We zullen ze ook een beetje afronden. Ja. Dat die constant gewoon gehijacked worden voor een bepaald doel dat vaak het origineel doel voorbij schiet. Maar goed, maar misschien dan een leuke oefening. Want uiteindelijk, we hebben heel veel gezegd, denk ik, en we hebben allemaal zo wat context gedeeld, maar we hebben... dan denk ik soms gezond met elkaar in diep te gaan, maar ook soms een beetje naast elkaar gesproken. En dan bedoel ik ook mezelf, hè. Ja. Laat dat duidelijk zijn, misschien vooral mezelf. Maar wat is zo, want ik vind het allemaal interessant, maar ik weet niet wat mijn nieuwe consensus hier moet zijn. Of welke nuance moet ik hier nu beter doen om mijn mental model van de wereld nog realistischer in het nu te hebben? Dat is wel even een gigantische... Ja, maar daarvoor in deze gesprekken, hè. Uiteindelijk, wij voeren altijd wel... Over wokeness en over identiteit. Ja, maar wokeness is eigenlijk niet zo... Nee. Ik denk dat dat meer een opdracht is voor uw eigen, om nu even op te reflecteren, dan nu daar een consensus op te vinden. Ik denk niet dat dat een consensus... Nee, maar ik probeer een consensus. Ja. Maar ik bedoel van, welke nuance hebben we door in dit gesprek iets meer kunnen brengen? Voor laten we zeggen dan, niemand is exact het midden van... Ik denk, woke moeten we niet zo snel afschieten als een soort van... hype en slachtofferrol kun je dan stellen. Maar aan de andere kant wordt het ook wel gehijacked soms op die manier, doordat die perceptie heeft. Dus nog rustiger nadenken, hè? Nog meer dialoog. Het enigste antwoord is uiteindelijk nog dichter bij elkaar leven, zodat je niet zo ver van elkaar kunt denken. Dat is eigenlijk, denk ik, de meeste consensus. En uw levenservaring, ruimte creëren, denk ik, voor bepaalde levenservaringen en soms ook gewoon eens... Een stapje achteruit zetten en andere mensen eerst laten spreken en dan zien wat zij erover te vertellen hebben. Heerlijk. En dan, dat doen we eigenlijk in een klaslokaal constant. En dan samen te brengen en dan zien van waar dat de consensus eventueel kan liggen. En soms is er ook geen consensus natuurlijk. En dat maar dat is oké. Maar je moet daar wel altijd eens terug zijn over basisbegrip. Ja. En dat is echt wel respect hebben voor elkaar. Want je mag hier negatief zijn of whatever, elkaar echt niet vinden. Maar dan moet je wel nog steeds... enthousiast of zo over elkaar kunnen zijn, omdat je zoiets respecteert. Je moet altijd zo'n... Ja, tuurlijk. Respect is zo belangrijk. Je moet elkaar niet altijd snappen, hè. Dat kan ook niet, hè. Je kunt elkaar niet altijd 100% snappen, want dan waren we identiek. Nee. Maar respect hebben voor iemand die je niet volledig snapt, brengt het toch altijd een stukje dichter bij iemand te snappen. Absoluut. En dat is zo dan weer de paradox eigenlijk. Ja. Maar er zijn ook mensen, en dat is het spijtige denk ik aan woke als anti-woke, waar je heel moeilijk mee in gesprek kan gaan, omdat zij bij voorbaat eigenlijk zeggen van, nee, dat is gewoon woke waanzin. Maar dan zitten we in het begin, hè. Je moet met een goede ingesteldheid een dialoog aangaan. En dan wordt het heel moeilijk. En soms ook een beetje gevaarlijk als je dan in de andere positie gezet wordt. Dus dat is ook maar als we het nu even puur over politiek debat hebben, hè, dat daar nu vaak over gaat, dat wordt vandaag super niet productief gevoerd. Nee, dat is om het heel simpel te zeggen. Op alle niveaus. Dan ga ik het niet over woken. Dan ga ik het gewoon over politiek moet uiteindelijk elkaar meer vinden. Om goede dingen te doen. Goed, inderdaad. Ja, heel tof. Heel verrijkend. Zeker. Super interessant. Ja, ik vond het super boeiend. Ik vond het ook heel boeiend. Het is altijd leuk om ieders perspectief denk ik ook te horen en te zien. Want ik denk dat we heel veel meningsverschillen hebben. Maar we hebben... ook weer gelijkenissen, en daar hebben we ook op ons gebaseerd. En we hebben ons dialoog gevoerd. Eens voor de basis. Ik denk dat we het soms gewoon wat oneens zijn over hoe moeten we daar nu praktisch mee om. En als we elkaar misschien binnen 100 jaar opnieuw zouden ontmoeten, zou waarschijnlijk zeggen van, nee, dat kan niet. Maar dan zijn we maar ik denk misschien gewoon in die tussenfase van hoe geraken we daar nu, dat we daar gewoon een andere visie over hebben. Maar waarschijnlijk heeft niemand gelijk, en we allemaal samen wel. Sowieso. En we zullen wel afronden, want je kijkt van... nee. Goed. Dank u wel voor de tijd vrij te maken. Merci. En tot hier te komen. Het is super boeiend. En sowieso tot later dan. Ja, absoluut. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Hè. Dit was het. Komt zeker weer. Bye bye. Ciao, ciao.